Ik zit hier bij een goede maat, mag ik wel zeggen, Eliman Koulibaly. Van wie dat wij hier, voornamelijk in de Civi, allemaal content zijn dat hij terug is. Want hier is de broedplaats, de enige echte thuisplaats van de Eliman Koulibaly fanclub. Leuk, hè? Dat is leuk. Goedenavond vooral. Ja. Eliman, je zit hier in de Civi, in de Bloemkeswijk. Dat is hier eigenlijk de plaats waar dan al de supporters van Eliman Koulibaly zitten. De fanclub. Ja, dat doet altijd plezier om hier te zijn met alle de supporters. En ook die fanclub. Ja. Dat is een eer voor mij om hier te zijn. En eigenlijk zijn het hier allemaal simpele werkmensen. En dat zijn de mensen waar jij je het beste bij thuis voelt. Hè? Ja, dat hoort bij mij thuis. En ik ben ook iemand die heb gewerkt. Gewoon een simpel mensen. Maar vandaar oké. Ik ben een voetballer. Ik moet gewoon verder leven. Maar ik voel mij op gemak als ik rond met die mensen. Je bent teruggekomen, Eli. En vorige week bij Standaard zijt je op een bepaald moment ingevallen. En dan hoorde vanuit alle tribunes de naam Eliman Koulibaly gescandeerd worden. Ik pijs dat dat het plezantste is wat je als voetballer kunt meemaken. Ja, dat is de moment in je leven of in je carrière. Ja, dat gebeurt niet zoveel. En dat is de moment. En ik vergeet nooit de supporters van Gent, de stad, die mensen van hier. Ik heb ook voor die moment, ik heb een moeilijk moment gehad bij Berchtesgaden. En ik heb meest mensen van Gent, de supporter, die hebben mij gesteund, de moeilijke moment. En nu, je komt terug in je ploeg, in je thuis, je stad. En je eerste keer je moet terugkomen op de veld en je hoort dat, dat raakt diep. Uw verhaal is ook een heel interessant verhaal. Je bent van Afrika gekomen naar België om een beter leven voor jezelf te maken. Je bent begonnen bij Oostakker. Je hebt alle kleinere elftallen doorlopen. Ninoven, dan naar Kortrijk gegaan. En uiteindelijk ben je bij Gent terechtgekomen. Het is een verhaal uit een jongensboek. Ja, als ik kijk wat is alles ik heb gedaan om hier te bereiken. En dat is een droom die een jongen wil. Oké, stap naar de grote ploeg als Real Madrid, Manchester. Voor mij naar Gent te komen, waar daar ik kwam, dat is hetzelfde verhaal. En een woord om te beschrijven is moeilijk. Gewoon, je moet dat voelen. En heb je geen woord voor. Maar moet je verder gaan en probeer zo hoog mogelijk te raken. Nu, je hebt zelf in interviews in de krant en zo laten blijken. Ik ben heel graag in Gent. Ik hou van Gent. Van waar dat gevoel, die liefde voor Gent? Ja, dat is de tweede stad in mijn leven die ik ken. Daarom, ik ben in Dakar geboren. Maar mijn jonge leeftijd, ik kom in Gent. En ik heb hier alles, mijn puberteit, ik heb dat hier meegemaakt. En ik heb hier naar school gegaan, ik heb mijn leven gebouwd, mijn karakter gevonden. Dat was niet makkelijk, maar ik heb alles hier in de stad gedaan en daarom dat is iets anders. En ik moet gewoon bedankt zeggen, die stad, die mensen. Ik heb moeilijke momenten, maar altijd die mensen zijn hier om te helpen, om te zeggen wat je moet niet doen of wat je moet doen. En gelukkig vandaag, ik heb een aantal mensen rond mij die altijd een goede raad geven. En ik bedank ook die mensen, die familie. Ook, ik vergeet niemand en ik wil allemaal bedanken. Mevrouw Cornelis, jij bent de voorzitter van de Eliman Koulibaly fanclub, een soort symbolische fanclub. Waarom gekozen voor Eliman Koulibaly? Eigenlijk is dat zo gekomen. Er was een keer een match dat Eli had een fout gemaakt. Dat kan gebeuren, kan iedere voetballer gebeuren. En er waren een paar supporters hier in het lokaal die een beetje aan het morren waren. En ik zei, luister een keer hier, mannetjes. Ik kan de voetbal niet zien. Ik kan alleen maar luisteren op de radio naar de voetbal. Die werkt tenminste. Hij zal misschien wel een keer een foutje maken in het afwerken, maar hij werkt tenminste voor de ploeg. En C13 heb ik een keer zo de symbolische bijnaam gekregen. Maar er wordt hier heel veel gediscuteerd over de voetbal. En eigenlijk moeten de meesten mij dan ook wel gelijk geven. En waar geven ze u dan gelijk in? Dat hij tenminste werkt voor de ploeg.